ja, we zijn hier bij de maatschap Ten Echelen. Wij hebben samen met mijn ouders heb ik 115 melkkoeien en een goede 40 hectare grond in gebruik. Ja, vier jaar. Ja, hiervoor deden we gewoon poeieren over het voer. Ja, ik voer vrij ruw mengsel en dan valt het doorheen en je hebt geen controle op de opname. Ja, nu met die bolus ben je gewoon zeker dat iedere koe ook kreeg wat hij moet hebben. Ik vond nogal wisselende opname en ik kwam nogal eens wat tegen zo op de voergang. Ik denk, ja, dan strooi je heel duur mineraal over het voer en dan neemt ze het nog niet op. Ja, dan kun je beter zorgen dat je het daadwerkelijk in de koe krijgt. En dan is gewoon eenmalig zo'n bolus erin schieten en dan ben je voor de hele droogstand klaar. Ja, als ik koeien droog zet, dan doe ik ze bekappen en dan heb ik ze toch al vast aan het voerhek en dan schiet ik er meteen bolussen in. En dan bij iedere droogstand. En dan alle pinken kregen ook vlak voor kalveren een bolus. Ik heb wel gemerkt dat ik minder last heb van nageboorte. Dat soort dingen. Het was al niet heel vaak, maar het is wel minder geworden. Op een probleemkoe na. Maar is over het algemeen wel verbeterd inderdaad. En gewoon aanraden voor andere boeren. Vooral de gemak en die garantie dat de koeien ook daadwerkelijk binnenkrijgen wat ze nodig zijn.